Mijn naam is Renier Momaal, ik ben van de firma Daico Textile Systems en onze vinding is een CO2 textielverfmachine. Als je bedenkt dat er per jaar ongeveer 60 miljard kilo textiel wordt geproduceerd, waarvan ongeveer de helft 30 miljard kilo geverfd wordt, waar je met name nu schoon drinkwater voor nodig hebt in grote hoeveelheden. Er wordt geverfd met name in Azië en dat zijn ook met name gebieden waar water een schaars goed aan het worden is. En daarbij speelt de vervuiling van het water ook nog een grote rol en dat zou je dus met onze vinding volledig kunnen ondervangen. Onze machine gebruikt geheel geen water, geen chemicaliën. Het doek gaat er droog in. Er wordt CO2 in de machine gebracht, dat wordt onder druk gebracht, wordt vloeibaar. In de vloeibare fase kan je het doek verven. Je kan de kleurstoffen weer keurig opvangen, dat is geen afvalproduct. Het proces is ongeveer de helft sneller, gaat tussen de 2 en 2,5 uur. Van de CO2 die wij gebruiken, hergebruiken wij 95%. Het proces is daarbij in operationele kosten ook ongeveer 50% goedkoper. Het prototype wat we hebben gebouwd 5 jaar geleden is volledig doorontwikkeld. En we hebben een grote industriële machine zijn we op dit moment aan het bouwen. En er is al heel veel belangstelling getoond vanuit de textielindustrie om deze machines te gaan inzetten in hun huidige processen.